Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag hebben we weer een Call of Duty Ghost video en dit keer geen Domination, geen Kill Confirmed of wat dan ook. Nee, het is namelijk een nieuwe game mode, namelijk Blitz. En Blitz is geniaal. En dat meen ik serieus. Blitz, ik dacht eerst dat, dat wordt weer zo'n camp, Capture the Flag-achtige game mode waar ik niet zo heel erg fan van ben, zeg maar. Maar ik vind Blitz echt heel erg leuk om te doen nu. De laatste paar dagen heel veel Domination gespeeld. Een beetje Kill Confirmed. En Domination is gewoon op Call of Duty Ghost naar mijn mening niet te doen. Echt niet te doen. Het is zo'n chaos. Spawns zijn zo verneukt. Dat is niet normaal. Dat ik gewoon echt helemaal gek word op het moment als we Domination aan het doen zijn. Elke keer als ik dan een klein beetje de streak oppak, dan word ik zo snel gekilled dat ik dan weer ergens span en weer gekilled. En dan sta je binnen no time, sta je weer negatief. Op Domination kan ik gewoon niet positief gaan. Terwijl Blitz als ik dat doe, dan ja, prachtig. En vooral met Strike Zone. De combinatie Strike Zone en Blitz. Dit is natuurlijk weer zo'n quickscoper die me eventjes moet hebben. En dat zul je hier ook zo meteen zien in deze gameplay. Ik ga hier uiteindelijk op een 15, dacht ik, 15 streak en nog eens een keertje op een 11 streak of 12 streak. En de eerste 15 streak, daar word ik op een gegeven moment gekilled door middel van een kutgranaat die precies goed gekookt is. Waardoor die, als die over me heen vliegt, dat die bam, dood. En de tweede, dat is een quickscope natuurlijk, bovenaan de trap. Bam, up, quickscope, doei. Ik bedoel, Infinity Ward, dankjewel dat je tegen ons liegt door te zeggen dat je quickscopen eruit haalt en dat het veel moeilijker is. Wat dus niet zo is. Holy. Oké, nee, dat mag ik niet zeggen. Hè? Ik vind het voor de rest, Call of Duty Ghost, het is een mooie game, maar er zit echt wel een heleboel dingen in waarvan ik denk, kom op, de mappen die mogen wat kleiner. Strike Zone is gewoon zo goed te spelen. En dat is de kleinste map die er is. Dat is de kleine. Hou daar, als mensen dat zeggen, waarom ga je dan mega grote mappen maken? Toch? Oké, maar in ieder geval, je ziet me hier spelen met de AK. Met de AK. De AK, daar heb ik een silencer en een red dot op. Wat ik een geniale combinatie vind. Ik heb heel veel lopen switchen met attachments en zo. Maar ik vind silencer vind ik gewoon geniaal. En vooral met de class setup die ik hier verder op heb staan. Want ik begin namelijk met de perks off the grid. Ik begin met a wiretap, sleight of hand en stalker. En niet 20 perks nu dit keer, gewoon 4 perks. En ik moet zeggen, off the grid, dat heb je wel nodig. Omdat mensen gewoon zo snel die setcoms de lucht in. Of de licht, ik wilde de lucht in gooien. Nee. Die zo snel setcoms op de grond zetten. Dat is het gewoon heel fijn om wiretap te hebben. En ook nog eens off the grid. Want wiretap zorgt ervoor dat je dus eigenlijk die tegenpartij setcoms ook pakt. En off the grid zorgt ervoor dat je niet te zien bent. Maar dat weten we allemaal. En daarom ook silencer. Ik heb helemaal van de radar af. Ze weten het niet. Hier even wachten. En ik heb hier specialist bonus. Eindelijk weer eens een keertje. Daarnaast unlock ik als eerste scavenger. Daarna. Het is geen sleight of hand. Dit is running. Nee. Die andere sleight of hand, zeg maar. Die voor 1 punt is. Kutnamen. En daarnaast Deadeye. Deadeye die heb ik als een unlock gedaan. En dan als specialist bonus heb ik nog wat andere dingen die uiteindelijk erop komen. En hier zie je, ik zat even te twijfelen, wat ga ik doen? En dan zie je hier helemaal een granaat aan het koeken. En hij gooit een bam dood. Met een vestje. Het heeft dus geen zin. En dat heb ik wel vaker, snipers ook. Ze schieten gewoon door je vestje heen. Wat zo balen is. Maar Blitz is dus een geniale game mode. En waarom is ook, omdat die spawns gewoon standaard zijn. Die spawns die staan vast. En niet zozeer omdat je dan kan spawn trappen. Daar gaat het mij niet om. Ik hoef niet per se spawn te trappen. Maar ik wil wel weten waar die spawns zijn. En bij Domination heb ik het gevoel dat ze elke keer in mijn rug spawnen. Wat gewoon heel erg irritant is. En ik heb gisteravond heb ik met Paul en met Erik vooral hebben we een hele avond gegamed. En op een gegeven moment met Jeff ook. En we deden Domination. En echt, we waren alle vier en gewoon helemaal er klaar mee. Gewoon, het was gewoon niet meer leuk. Het was gewoon zo irritant. En ik raged me helemaal kapot. En nou, volgens mij mijn vrouw amper geslapen daardoor.
En dat is gewoon vervelend. Op het moment dat jij een game mode aan het doen bent die jou irriteert. Dus toen op een gegeven moment zijn we eventjes een seconde of tien... Nee, zijn we even een potje of twee zijn we blitz gaan doen. En ik vond het al meteen leuk. En vandaag ook. Ik had hier speel je met een aantal subs. Superleuk dat ze meededen. En zaterdag de twee die wilden heel graag support ook. En dus dat is super dat ze dat wilden doen. En dan krijg ik namelijk mijn wiretap krijgt nog meer nut. En mijn off-the-grid gewoon eventjes die UAV de lucht in. En dan zie je gewoon dat gewoon veel beter gaat. En hier zet je op strike zone. Die spawns die zijn heerlijk. Je kan gewoon lekker lopen. Je kan gewoon een beetje rushen. Want de game modes die zijn niet gecreëerd om te rushen. De game modes die zijn gecreëerd om te campen. Op het moment dat jij een grote map kiest of maakt, dan bevorder jij het campen. Waarom? Omdat mensen niet meer zo graag willen rennen. En... nou, dat is dus heel erg vervelend en heel erg kut. Het rushen heeft geen zin, omdat je zo snel dood bent. Ik ben een full rusher. Ik ben echt een diehard full rusher. En ik ben gewoon in deze game ben ik gewoon zo slecht begonnen in het begin. Dat ik echt denk van, ja, wat dan? En met Blitz krijg ik de kans om ietsje terughoudender te spelen. De vorige twee gameplays die je hebt gezien ook. Dat waren wat terughouderende game modes. Of gameplays. En je ziet, die streak gaat omhoog. Dus dat is een tip naar jullie misschien. Op het moment dat jij ook een rusje bent en het lukt niet, ga dan ietsje rustiger spelen. En dan komen die streaks wel wat meer omhoog. Want ik heb nu bij Domination had ik echt het gevoel, nou, die campstrike, die ga ik gewoon hier nooit halen. Dat ga ik hier nooit halen. Tenzij ze een patchen. Ik ga hem anders niet halen. En bij Blitz heb ik gewoon weer meteen het gevoel van, oké, ik kan hem weer halen. Want ik heb nu twee keer op Strike Zone deze Blitz even gespeeld. En toen ben ik gestopt om deze commentary in te spreken. En dan ga ik zo eten. En ik ging twee keer gewoon ver positief. Gewoon goed positief. Ik haalde die scores. Ik haalde die streaks. En dat vind ik het leuk. Ik vind het niet erg om op 13 of op 14 dood te gaan. Op het moment als ik die constant kan halen. Als ik steeds die streaks kan opbouwen. Want dan weet ik, van dan ga ik steeds wat beter worden en dan ga ik hem steeds halen. Maar op het moment als ik steeds een potjes heb waarvan ik een net 1.0 of 1.2 KD haal. Dan is dat gewoon kut. En niet zozeer om de KD, maar gewoon op de speelwijze. Op de manier hoe. Ik zei ook tegen deze jongens vandaag van... op Modern Warfare 3 en op Black Ops 2 kan ik makkelijk 50 kills halen in een potje. Makkelijk. Daar heb ik geen moeite mee. Maar in Call of Duty Ghost op de een of andere manier lukt het niet. Nou, gelukkig in deze game mode, op deze map, lukt het wel om een 50 plus te halen. Dus daar was ik wel blij mee. Volgens mij is het een 2 of 53 om 12 of zo. Of 13. Ik ga hier nog dood en zometeen ook nog een keertje. Dus ik ga nu nog een keertje op streak. 15 streak en nog een keertje een 11 streak. In ieder geval, ik ben nu van mening, Blitz is nu op dit moment eventjes mijn favoriete game mode. Er zijn weinig mappen die ik echt heel erg leuk vind. Warhawk, Strike Zone sowieso, Warhawk sowieso. Octane, dat is wel oké, af en toe. Octane, dat is echt een map waar gewoon zoveel snipers ook in zitten. Dat het gewoon frustrerend is en al die ramen en al die campers die daar zitten... Ik snap niet waarom mensen van Infinity Ward niet luisteren naar YouTubers bijvoorbeeld. Wij YouTubers, wij leven zeg maar op deze game, in de cutscene. Wij zeggen dingen, wij geven feedback. Hier deed het was een heerlijke kill. Die voelde ook lekker toen ik die deed. Maar wij geven feedback op de manier hoe er gespeeld wordt. Op de manier hoe het spel eruit ziet. En wij geven aan, wij haten Noobtube, wij haten campers, wij haten... allemaal van dat soort klote dingen. We haten die snipers die in één schot dood. En wat krijg je? Je krijgt grotere mappen waardoor er meer gecampt wordt. Raampjes en hoekjes en meer brokstukken waardoor er geheadglitst en gecampt kan worden. Je krijgt een game waar je in een kogel dood bent. Waardoor het voor campers makkelijker is om mensen neer te schieten. Je kan geen turn-ons echt meer doen. Het kan nog wel, maar het is een stuk lastiger. En snipers die... overpowered zijn als de neten hier. Dan pak ik zo meteen volgens mij deze kill. Ik pak deze kill. Dan loop ik terug. Ik herlaat en ik weet er komt er nog eentje aan. En ik ka en bam, dood. Dit is toch bullshit? Maar in ieder geval... dat is zeg maar alles wat ik eventjes kwijt wilde over Blitz. Geen informatievideo's of wat dan ook. Eventjes gewoon even een leuke langere commentary. Want dat is ook gewoon fijn. Ik ben over het algemeen nog wel tevreden over de game. Maar wel op het moment als je
als ik blitz doe, dan heb ik er plezier in. Heb ik er echt plezier in. Kill Confirmed wil ook nog wel gaan. Maar Domination, nee, voor mij echt niet. Dus ik hoop bij dat er nu dit weekend of zo snel mogelijk 2 dingen of 3 dingen gaan gebeuren. Dat is dat ik mijn cam ga halen. Dat sowieso, die is wel belangrijk, vind ik. Nou, die is niet belangrijk, maar die wil ik gewoon halen. Ik moet hem gewoon hebben. Ik ben altijd iemand geweest die moet altijd het hoogste van het hoogste halen. Dus die cam, die ga ik ook halen. Er moet gepatcht worden, vind ik. De damage moet gewoon veranderd worden. Zodat je niet zo heel snel dropt. Nou ja, ik zei het vorige keer ook al. Als het niet gebeurt, kan ik er wel mee leren leven. Maar ik hoop dat het toch wel een beetje gebeurt. En ik hoop echt dat ze Ground War erin stoppen. En dat hoop ik echt. En dat hoor je van iemand die eigenlijk vrij weinig Ground War speelt. En als ik het zeg, ja, dan hebben ze het toch wel nodig, hè? Dan hebben ze het toch wel nodig, toch? In ieder geval, we kregen hier nog een Camp Strike tegen. Heerlijk, hè? Strike Zone, Care Package. Dat is ook een nadeel van Heal Tokyo, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, dat jullie er wat aan hadden. Vergeet niet te liken, jongens, dat is heel belangrijk. YouTube, die faalt de laatste tijd, dus de reacties en alles en de likes, dat ligt nu niet lekker met dat Google Plus gebeuren. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik ga jullie zien de volgende keer bij een nieuwe Call of Duty Ghost video. Vergeet niet te liken. Later.